Goedenavond kijkers, het is zover. Limburg krijgt zijn minister in het kabinet Michel 1. Het wordt, zoals wij al eerder gemeld hebben, Steven van de Put. De post die hij krijgt is een verrassing. Van de Put, hasselaar en lijsttrekker voor de NVA bij de jongste verkiezingen, wordt minister van Defensie en Openbaar Amt. Veel wou hij nog niet kwijt, maar onze redactie had het eerste gesprek met de nieuwe Limburgse minister, Steven van de Put. Opluchting en toch ook een gevoel van trots na een paar spannende dagen. En veel felicitaties, want de sms'jes stromen binnen. Steven van de Put, 47, wordt minister van Defensie en Openbaar Amt. Wel, dus zo dat de partij gisteravond heeft gezegd dat ik mag minister worden, dus dat is heel fijn, ik ben daar heel dankbaar voor. Maar voor wat juist, was eigenlijk in ons land aan de koning om dat uh, te zeggen. Wat is er door u heen gegaan toen Bart de Wever zei u wordt minister? Wel, uh, laat ons zeggen dat dat een heel raar moment was, want dat is natuurlijk wel op een ogenblik dat je heel moe bent van de voorbije dagen, dat je heel veel adrenaline al verbruikt hebt, uh, nogal emotioneel toch, ja, dat, uh, dat doet je wel iets. Het overvalt de Hasseltse n allemaal een beetje en de eerste uitdaging is nu een kabinet samenstellen. We hebben allemaal niet te veel ervaring, dat wordt in de kranten ook zo geschreven en dat is ook zo. Maar we gaan die, dat gebrek aan ervaring snel goedmaken door onze grote enorme werkkracht. Maar dat betekent dus wel dat we nu heel grote stappen aan het zetten zijn om snel goede mensen binnen te halen. Dat we heel veel sollicitaties aan het doornemen zijn en dat we er natuurlijk nog een aantal verwachten. Dus Limburgers, als u uh, wil, uh, solliciteer. En dan gaan we zien, uh, we gaan er tegenaan. De bevoegdheid die hij krijgt was dan toch nog een verrassing. Openbaar ambt niet, defensie wel. Het is van Leo Delcroix geleden dat een Limburger op die stoel zat. Mijn dossiers nu waren vooral financiële dossiers en de NMBS. maar dat wil niet zeggen dat ik geen affiniteit heb met ook andere dossiers. Het is de voorbije vier jaar dat mijn partij mij gevraagd heeft om op de dossiers te wijken dat ik gedaan heb. Ik denk dat ik dat ook. De kiezer heeft alvast geoordeeld dat ik dat goed, of redelijk goed gedaan heb. En ik, ben, ik twijfel er niet aan dat ik ook affiniteit kan ontwikkelen met andere dossiers. Limburg, de defensieprovincie bij uitstek. Maar zeker zo belangrijk is dat hij aan de regeringstafel ook de andere Limburgse belangen kan verdedigen. U kan u ook meewaken over grote dossiers. Fortsluit eind dit jaar. Ja, u gaat mee een stem hebben in die regering natuurlijk. Well, dat is uiteraard uh, de bedoeling. Ik, ik, men mag nooit niet vergeten in de politiek van waar men komt. Hè? En ik ben ook in eerste plaats dus ook Hasselaar en Limburger. En uiteraard zal dat ook meespelen in hetgeen wat ik hier in Brussel doe.